Een inzending voor de stelprijs van Brabant zou het gebied zo achter mij kunnen zijn. En waarom zou dat kunnen zijn? Als je hier zo achter je kijkt, dan is dat een prachtige groene ruimte. Midden in een stedelijk gebied met gestrooide bebouwing eromheen. En dan kom je precies bij datgene wat denk ik een Brabantse stijl is. Het gaat niet om mooi of lelijk. Het gaat om de kwaliteit. Wat vinden mensen aangenaam om in te verblijven? En dat kan een gevel zijn die misschien niet zo mooi is of afgebladderd is. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Maar het gaat is, hoe zit die ruimtelijke kwaliteit in elkaar en voel je je daar lekker bij? Maar die komt nog. Ik vind een Brabantse stijlprijs eigenlijk van belang, omdat je op die manier laat zien wat de architectuur in de genen van Brabant voorstelt. En dat is iets waar we met z'n allen nog eens een keer naar zouden moeten kijken. We raken te vaak los met hele moderne gebouwen die eigenlijk best wel modern mogen zijn, maar niet meer passen bij dat Brabantse architectonische beeld. Het achterliggende doel van de Brabantse stijlprijs is om de Brabanders bewust te maken van hun gebouwde omgeving. En die gebouwde omgeving is vaak slordig vormgegeven. En ik zou eens een keer de Brabanders willen laten zien en mee willen laten denken over de kwaliteit van de openbare ruimte. Daar hoort architectuur bij. Maar er hoort ook van hoe verdeel je die openbare ruimte. Als zijn die landschappen te groot, te wijd. En meestal zijn landschappen in die stedelijke omgeving de gevels die het maken. En daar zoek ik naar om te zorgen dat die Brabantse stijl weer boven tafel komt. En dat voor onze toekomst bewaard kan worden. En kan worden doorontwikkeld. De winnaar krijgt eeuwige roem. De tijd dat wij overal met geld rondstrooiden is voorbij. Veel liever heb ik dat we elkaar inspireren. En kijken naar die gebouwde ruimte en daar de kwaliteiten zoeken. En dat als inspiratiebron voor de nabije toekomst in de stedenbouw.